Matthijs Reuling is the living master of Dutch figurative art. Reuling's 15 works in the ING collection range from his extreme realism from the 70s to the more impressionistic work of later date. Reuling seems to find beauty nearby, in his house, his garden. But what is beauty? And should a painting have a message? We visited the artist in his house in the very north of the Netherlands. Ja, komt u verder. Dat is... Ja, nou ja. Met veel achterstallig onderhoud. Nou ja, snel. Hier zit een heel mooi tegel, of hoe noem je dat, tegelmozaïek, zit hieronder, alleen het is overwoekerd. Waar zijn we hier? Dit is de kamer waar ik in, vooral in de winter, maar doorgaans schilderde. Dit was mijn atelier altijd. Het is niet een klassiek schildersatelier, omdat het zonlicht heeft. Hè, ben ik een echte klassieke schilder, die wil een atelier op het noorden. En ik hield erg van zonlicht, ook om te schilderen. Dus ik heb dit gekozen toen ik hier kwam. U heeft ergens gezegd ooit dat u een renaissance schilder bent. Bent u eigenlijk in de verkeerde tijd geboren? In mijn belangstelling voor geschiedenis was er van kinds af aan. De kunstgeschiedenis kwam al gauw mee en de renaissance was het tijdperk waar ik het meest in geïnteresseerd was. Met mensen als Titiaan en Leonardo da Vinci, die kwamen al snel werden dat mijn helden. Jan van Eyck die heeft de olieverf uitgevonden, het perspectief werd uitgevonden, de anatomie, de combinatie van al die disciplines, die zijn wat mij betreft nog steeds de basis van de interesse voor het schilderen. Als je het zo voorstelt, de schildershemel daar... aan een tafel zitten daar Titiaan en Leonardo en al die jongens die daar zouden zitten. Als je je dat voorstelt, dan schroef ik daar graag toch even bij om ze aan te horen. Ik vind lesgeven nog steeds heel leuk. Wat wilt u ze het liefst bijbrengen? Gevoel voor tonaliteit, een goede licht-donker verhouding in de kleur. Ik heb mensen gekend die zo teleurgesteld waren dat ze dat niveau niet bereikten. Dat ze er geen plezier meer hadden in het schilderen. Dat heb ik altijd onzin gevonden. Je hoeft niet meneer Rembrandt te overtreffen om plezier te hebben in het schilderen. Ik vind het prettig als een koper van mijn schilderij ophangt en er met plezier naar kijkt. Ik heb verder geen boodschap met dat ik vrede op aarde wil brengen. Dat zou ik wel graag doen, maar ik vind het middel van de schilderkunst daar nou niet direct het geëigende middel voor. Bent u tevreden over uw oeuvre, als u er zo naar kijkt? Dat verschilt van dag tot dag. Het ligt eraan of je in een sombere bui bent of in een vrolijke bui. En als u in een vrolijke bui bent, dan denk je... Dan denk ik van, goh, wat leuk werk heb ik toch gemaakt. Wat heerlijk. En als ik in een sombere bui ben, denk ik, ach, zoveel stelt het me toch ook weer niet voor. Dat is verschil. Erg wennen hoor. Niet meer kunnen werken. Dat gaat wel gepaard met sombere buien. Ja, en daar probeer je natuurlijk. Daar probeer ik natuurlijk overheen te groeien. En te genieten van wat nog wel kan. Ja.